Westluidense straat is een van de oudste straten van Tiel. In de middeleeuwen stond hier de Westluidense poort, een van de vier toegangspoorten tot de stad. Toen in de 19e eeuw de wallen en de vestingmuren werden geslecht, bouwde men er een gasfabriek. In de jaren 70 werd de fabriek gesloopt om plaats te maken voor het kantoor van GGR Gas. Toen het kantoor overbodig werd, wilde Tiel de kwaliteit van het gebied verbeteren. Ook wilde men de ligging aan de rivier meer benutten. En zo startte in 2014 de bouw van een nieuw centrum voor cultuur en een parkeergarage. We zijn hier bezig met een opgaving sinds de afgelopen 3-4 weken. En we hebben op dit moment aanwijzingen voor minimaal 5 gebouwstructuren. Uit waarschijnlijk de 9e, 10e eeuw na Christus. Dus dat is uit de vroege tot volle middeleeuwen. Eigenlijk de vroegste geschiedenis van Tiel. Nou, de rol van de duikers is dat zij de ogen zijn voor de mensen die hier aan de wal staan. We hebben hier een kuip met 13 meter water, dus wij kunnen niet goed zien wat we beneden aan het doen zijn. En de rol van de duikers is dat ze dat op een goede manier begeleiden. Nu zijn we inmiddels zover dat we op diepte zijn en op dit moment zijn we bezig met de onderwaterbeton aan te brengen. Die onderwaterbeton die moet ervoor zorgen dat we droge voeten houden straks. En als we vaststellen dat de beton voldoende sterkte heeft bereikt, dan gaan we starten met het leegpompen. De steiger wordt opgebouwd nu. En op een korte termijn gaan we beginnen met de afbouw.
gisterochtend het hoogste punt gevierd voor de Westduinse Poort. Dat hebben we gevierd met een rondleiding door de parkeergarage en het cultuurgebouw. Dit jaar gaat de boel draaien. Zeggen dat het college ook heel bijzonder trots is dat het gebouw inderdaad er is gekomen. Welkom in Zinden voor lezen en literatuur, voor studie en debat, voor lessen beeldende kunst, dans, muziek en theater, voor optredens van amateurs en professionals. Voor swingen bij het poppodium. Voor exposities van hedendaagse beeldende kunst. Voor de kunstuitleen. Voor toeristische informatie. Of gewoon voor lekkere koffie in het café. Zinder is dé plek voor ontmoeting, creatie en inspiratie. Of je nu inwoner, bezoeker of toerist bent in Tiel.